Hallo allemaal, het is weer een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Dit is donderdag, 2:30. Ja, ik heb eigenlijk heel de ochtend alleen maar gewerkt. Nog steeds eigenlijk. Ik heb net even een beetje klaargemaakt, want ik ga de boodschappen doen met mijn moeder. En hopelijk ook even naar de Action. Want ik heb gewoon spullen nodig. En ik wil ook een paar mandjes halen en zo voor de badkamer en voor de keuken. Zodat we een beetje kunnen organiseren. Want ik heb zoveel skincare producten, haarspullen. En ze moeten gewoon een beetje even gewoon een plekje hebben. Ik heb ook even geen make-up opgedaan. Mijn haar weer lekker naar achter. En ik heb dit shirt aan van Topshop. En deze legging flare broek heb ik van ook Topshop volgens mij. Dus dat is de outfit voor vandaag. Wat ik ook echt moet kopen vandaag is witte sokken. Want ik heb geen witte sokken. Dus dat is very important. En ik neem deze tas mee. Die heb ik volgens mij ooit op AliExpress gekocht. Voor 12 euro of zo. We zijn in de Lidl. En er is ook markt. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien daar zo. Is ook markt, dus we gaan daar zo straks onze fruit halen. Want ja, manager. Want in de Lidl is het gewoon duurder dan op de markt. Heb je het gepakt? Ja. Okidoki. Ik kan net zeggen, heb je wel die flessen meegenomen? Het licht is hier verschrikkelijk. Ik wil echt iets hebben om te snacken, maar hé, hey, je hebt hier Alpro. Goedkoper denk ik ook. Huh? Goedkoper denk ik ook. Wat? Alpro. Dat kan best zo zijn, ja. Dit heb ik nodig voor mijn smoothie. Nou jongens, we zijn goed geslaagd. Of tenminste, ik ben goed geslaagd. Ik ook. Ja, maar ik heb dingen voor jou uitgezocht. Ja, je hebt allemaal geld op me. Nee, het is gewoon, ik wil gewoon de badkamer gewoon iets, een frissere look geven. In nature. Dus ja, dan moeten we gewoon een paar dingetjes hebben om het te organiseren. Even vergeten. We gaan alleen naar McDonald's omdat ik trakteer. Mijn moeder wil er niks meer uitgeven. Ik heb allemaal geld opgemaakt. Niet? Maar we nemen allebei gewoon een Happy Meal. Netjes. Ik heb gisteren ook gegymd, dus eigenlijk niet zo goed. Nee, dan moet je vandaag met mij een kleine wandeling maken. Nee. Ik heb vandaag mijn rustdag. Ik heb 2 dagen achter elkaar gesport. En we hebben net al heel veel gelopen. In de supermarkt. En op de markt. En in Action. Vandaag ga ik lekker editen. Chocolademelk voor mezelf maken. En film kijken. En de douche doen. En de boodschappen uitrennen. Ja, dat stond niet allemaal op het lijstje. De boodschappen die blijven lekker in de auto zitten. Hoe heet je? Hallo. Zijn er nog 2 hapjes gevonden? Ja. 11 euro. Hoeveel? 11 euro. Ja, dat heb ik niet hoor. Oké. Hoe moet ik dat? Erop houden. Is die leuke man? Hé, hey, dat is mijn vriend hè. Ja. Oh mijn god! Perro! Perro! Wil je op mijn vlog? Dat is mijn schatje. Hi jullie. Nice. 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 Zijn we eens shoppen. Ja, boodschappen doen. Wat hebben jullie vanochtend? Niks schatje. Sorry. Jammer weer. Ze heeft allemaal geld opgemaakt. Al je geld? Ja. Doei. Guys, we made it home. This is the damage. We hebben gewoon vooral echt veel basic dingen gehaald die we gewoon nodig hadden. Zoals kaas en ei en fruit, bevroren fruit. Allemaal dat soort dingen. Dus ja, ik ga het even uitpakken. Ik ga denk ik even muziek op mijn oren zetten, want ik heb een beetje hoofdpijn. Het klinkt echt niet als een goede koeien, maar ik heb hoofdpijn omdat ik gewoon even te veel drukte. De zon is shining. Oeh! Dus ja, ik ga het even op mijn gemakje uitpakken.
Hey guys, ik zit op de achtergrond even Pretty Little Liars te kijken. En ik ga deze kast toetakelen. Dit is echt bijna allemaal van mij. En bijna alles kan weggegooid worden. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Ik heb pakjes gekocht, zodat ik alles goed kan organiseren. Ik heb een nieuwe badmat gekocht. Een nieuwe bak voor de tandenborstel. Dus we kunnen start off helemaal clean. Oké, I finished guys. Dit ding. Ik heb geen idee hoe ik het erop krijg. Dus ik ga het zo meteen even mijn moeder laten doen. En ik had trouwens dit gekocht voor boven de spiegel. Maar hij pleurt heel de tijd vanaf. Die zuignappen die zijn gewoon niet goed. Dus ik moet even iets anders verzinnen erop. But I'm gonna show you. Dit is een nieuw dingetje die ik heb gekocht. Nieuw tandenpasta gekocht. Deze zeep dingetje. Hier heb ik nu al die bakjes met. Dit zijn voornamelijk skincare producten. Hier staat mijn make-up en mijn skincare. En hier al onze haarspullen. Een kaarsje, dat is echt zo lekker. En een nieuw badmat. Oké, ik heb half vier zitten. Dit gekocht. En ik weet dat Junik er ook eentje nodig had. Dus ik heb ook deze voor hem gehaald. Want met een aansteker, kaars aansteken, als die bijna op is, is echt niet te doen. Oh! Nou ja. Ik heb een bidon gehaald. Ik vond hem gewoon heel leuk uitzien. En hij was volgens mij 1 euro. En ik heb twee paar sokken. Of drie sokken, zwart en wit. Want ik heb gewoon geen sokken meer. I just don't have socks. En ik heb een kaars gekocht. Ik heb niet eens geroken hoe die roken, hè. Ik heb hem gewoon gepakt. Echt stupid, jongen. Oh, maar deze was trouwens voor de badkamer. Deze was voor de badkamer. Good morning, everybody. Het is Friday. It's the weekend. Of tenminste, almost weekend. Het is 5:10. En I'm working. Ik ga zo meteen even ontbijt maken, want ik kan nog helemaal niet ontbeten. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik ga doen vandaag ook. Ik ga sowieso denk ik wel naar de sportschool. Dus ja, ik ga eventjes nog werken en dan ga ik straks wat eten maken. En ik neem jullie gewoon vandaag weer lekker mee. Want het licht is echt verschrikkelijk als ik het hier zet. I just finished my workout. Het was een goede workout. But. Kijk dit. Ik heb zelfs bloed. Ik wilde dus een nieuwe workout proberen. Of nieuwe. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Ja, nieuwe workout. Die mijn oom ook had gepost op Instagram. Dus ik dacht, oké, laat me dat proberen. En ik zag het al vaker bij mensen ook. Terugkomen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En toen brak mijn nagel af. Ik dacht, oké. En toen zag ik ook nog bloed. En ik weet gewoon, als ik zo meteen ga douchen, dan gaat het zo erg prikken. Maar goed, ik ben nu bij de Koningshoek. En ik heb vorige week, of deze week, heb ik een, een voucher gekregen van 7,50 van Shubi. En ik zag hele leuke nieuwe tasjes van hun. Die 12 euro zijn, dus ik ga er denk ik eentje kopen. En dan ga ik naar huis. En dan wil ik even wat content maken voor TikTok. En ik ga straks ook naar de kerk toe. Ben ik al heel lang niet geweest, al heel dit jaar niet. Dus ja,
Okay, guys. Het is even later. Ik heb me klaargemaakt. En ik wil even wat TikToks maken. En oh my god, jongens. Ik ging net douchen. Deze vinger. Die is zoveel pijn. En nog steeds. Anyways, ik ga even TikToks maken. Hopelijk dat het lukt. Hopelijk gaat het ook uitkomen zoals ik in gedachten heb. Ik ga 2 outfits filmen. Okay, guys. Just finished filming. Het ging best wel snel. Ik heb het volgens mij een half uur gedaan. En nu moet ik deze damage gaan opruimen. Ik heb hier ook een hele setup. Dus laat me dat maar snel gaan opruimen. En alvast mijn outfit aantrekken voor kerk. Ik heb een opgeblazen buik. Oh joh. Oké, guys. Pakketje. Dit was die rok waar ik het over had. Of had ik dat nog niet verteld? Volgens mij wel. So excited! Ik hoop echt dat die past ook. Want anders moet ik weer helemaal nieuw bestellen. Oké, dit is de rok. Het ziet er echt suf uit, zo. Alleen die rok. Ik zal wel even hier een foto zetten van het hele setje. Maar als ik dat aandoe, dit, en dan met een neon groene top, en dan dat soort van blouse eroverheen. I'm telling you. En ik ga Passion Twist zetten. Dus dan ben ik helemaal in die Caribbean vibes. So yeah! Wat op? Je slaat bijna mijn telefoon uit. We gaan drankjes doen bij Madame Chen. Huh? Hoe heet dat? Madame Chen. Toch? Ja. Met some other friends of us. Lekker spontaan weer. Mijn bro, hè, mijn bro. Ja. Super. Oh, zag je dat? Gadverdamme. Fuck raton. Het was echt een dikke rat. Dat is disgusting. Oh my god, nog één, nog één. Hoppa. Waar ga je? Ga weg van mij, alsjeblieft. Hij zit hieronder. Hij gaat naar die dingen rennen. Huh? Waar is het eigenlijk? Kom, ga rennen gewoon. Kijk het hier! Oeh, dit zag je het misschien zo. Ja, volgens mij wel. Oh my god. Ik heb opgeslapen. Maar het was gisteren hartstikke gezellig. Het ging wel heel vroeg dicht. We gingen ook best wel laat weg. We gingen misschien rond 11 uur, 12 uur daarheen. En om 1 uur ging het dicht. En ik moet zeggen, ik heb 2 cocktails op en het was best wel aangeschoten. Maar het waren ook best wel heftige cocktails. Oh, mijn camera is leeg. Gaan even eten maken en ik moet vandaag de auto schoonmaken. Voor de rest, gewoon een chill dag volgens mij. Gewoon even relaxed. The sun is shining, guys! Ik ga een smoothie maken voor ons. Oeh, de zon is zo heet vandaag. Maar ik ga even een smoothie maken voor ons. Dan willen we even de auto gaan schoonmaken. En we gaan vandaag Juicy Kitchen eten. Oete, papa, oete. Jongens. Hey, ik heb nog steeds dit, hè. Ik ga de vlog overnemen. Wat even. Dit. Kijk dan. Ja. Oh ja. Hey, je verpest mijn shine, hè. Ik zit gewoon neer met die mensen, de takkie. Ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Moet je hem niet iets hoger zetten ook? Zie je, wil me niet goed zien, mensen. Ik heb jullie al gezegd. Ik ga het slaan. Oké, ik ga er vandoor. Ik heb niks gezegd, maar dat is niet erg. Oké.
is. Hi. Oh shit. We zijn ijsje gaan eten. Zo, de lucht is gewoon helemaal blauw, hè? Dat is wat we altijd willen. Oké, na 2 uur zijn we uitgeëindigd bij de McDonald's. Juicy Kitchen was vol. Het andere was dicht. Die andere was open en toen reden we er naartoe en toen was het toch dicht. We hebben echt een paar minuten in de stad gelopen en uiteindelijk zijn we toch naar de McDonald's gegaan. Wat heb jij genomen? Een Big Tasty. Een Big Tasty. En ik heb een homestyle crispy chicken genomen. Dus ja, dat is toe jongens. Bye! Weet ik niet. Hey, we zijn bij Kimmy thuis. Aan het chillen. Wat is er fucking met jou? Kenzo is hier. Kenzo is gecastreerd. Mijn schatje. Kenzie! Dus ja. Ik ga stuk. Wij zitten altijd hier zo. Heel vaak gewoon zonder tv of iets aan. Maar praten gewoon. Ja.